Hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe Vlogmas. En je denkt vast, hey, het komt buiten. Zeker, af en toe kom ik buiten. Eigenlijk maar voor één reden. En dat is als ik moet oppassen op deze. Ik mag vandaag een vlim passen. Nou ja, voordat ik het meer ga vertellen, zou ik zeggen, laten we dus vlog lekker beginnen. Eén keer in de drie weken pas ik op mijn neefje Flynn. En vandaag is die dag. Dus vandaar dat ik vandaag mag oppassen op de kleine. En ik kom met een auto langs, even stilstaan. Het is weer tijd dat ik mag oppassen. En het is een beetje gek. De gekke tijd nu natuurlijk, want de kinderopvang is niet open. Nou werkt Anne wel in een essentieel beroep. Maar alsnog proberen ze dan wel, als je oppas kan regelen, beter oppas dan dat hij naar de kinderopvang gaat. Dus ik zal de aankomende tijd ook wat meer moeten oppassen waarschijnlijk. Nou, vind ik helemaal niet erg. Ik vind het echt superleuk oppassen. Dan leer ik mijn neefje vet goed kennen. En hij mij. En dat is voor de rest van mijn leven het echt wel waard. Ik kan daardoor niet streamen. Maar ja, dat is niet anders. Hè? Er komen nog zat uren dat ik wel kan streamen. Oh, ben je aan het zwaaien? Hij is aan het zwaaien. Zie jij iemand waar je naar moet zwaaien? Nou ja, Nicky is toevallig ook aan het werk in Wamel vandaag. Dus ik ga daar even langslopen. Niet naar binnen, maar gewoon even zwaaien voor het raam. En dan even langs mijn opa en oma. Dus Flins over grootoma. Zegt dat goed? Weet niet. Of is het dan over? In ieder geval, daar ga ik ook nog even bij het raam zwaaien. En dan weer naar huis. Is een geitje, Flin? Ezeltjes. Onze kant op, Flin. Komen de ezels onze kant op? Dat lijkt er wel op, hè? Hallo, ezeltjes. Jochem Sander. Oh, die komt wel heel dichtbij, Flin. Kun je nou aaien? Nee, hè? Dat is een beetje eng. Na het wandelen zijn we eigenlijk de hele dag thuis geweest. Beetje gespeeld, hè? Opa en oma waren nog langs geweest. Die hadden ook gespeeld met jou. En dit is echt heel leuk. Ik ga flim pakken. Hij is klaar met lachen, want ik heb het nou zo vaak gedaan. Hij gaat alleen nog maar wegrennen. Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe... Nee, dit is niet een nieuwe vlog, een nieuwe dag. Een hele leuke dag, want Nicky en ik gaan een weekendje weg. Nee, een nachtje weg. En niet met z'n tweeën, maar met Nicky's partner. Hoe zeg je dat? Zakenpartner. Zakenpartner. Businesspartner. En ook zijn vriendin. Die overigens ook gewoon een vriendin van mij is. Dus wij zijn eigenlijk vriendinnen. Of zijn jullie ook vrienden? Mag hem niet. Mag hem niet? Nee. Dus we gaan eigenlijk met een vriendin van mij een weekendje weg. Een nachtje weg. Nee, omdat het natuurlijk best wel een bovenwogen jaar is voor de jongens, hadden we eigenlijk een verrassing voor hun dat we ze een nachtje weg meenamen. Nou wilden we eigenlijk... Ja, uit eten en zo. Maar ja, er was een beetje roet in het eten door de persconferentie. Dus toen hebben we het al tegen hun gezegd van... Hey, willen jullie nog wel gaan? We hebben vast... Eigenlijk was het gewoon gelogen. We willen eigenlijk wandelen in Wamel. Ja. We zouden eigenlijk gaan wandelen in Wamel. We zouden eigenlijk gaan wandelen, maar dat was het smoesje. Okay.
Maar we gaan dus een nachtje weg. En ik heb de tas ingepakt. Ik heb gewoon alles in één tas gekregen van Nikki en mij. Het is ook echt voor één nachtje. Dus ik had ook helemaal niks mee. Nee, maar ik neem de shampoo en de crème, conditioner en noem maar op mee. Dus dat telt ook voor jou. Oké. Dus de meeste spullen zijn van mij. Maar ook wel een gezonde crème, conditioner hoor. Ja, jij wel, ja. Dus de tas is ingepakt, de spelletjes worden zo nog gepakt. En ik ga ondertussen een klein cadeautje voor mijn mots inpakken. Want dit jaar voor het eerst heb ik voor mijn mots een klein cadeautje. Als dank voor hun harde werk dit jaar in mijn kanaal. Twitch was echt in dit jaar niet de allerleukste plek iedere keer. Er waren best wel wat mensen sip. En ik moet echt zeggen dat in mijn kanaal... En dat is niet dankzij mij alleen. Dat is door de leuke chat. En de mods zijn daar ook verantwoordelijk voor. Is het gewoon altijd positief en gezellig. En daarvoor wil ik ze bedanken. Dus vandaar dat ik een pakketje ga opsturen naar ze. En die ga ik nu even inpakken. Wat erin zit, weet ik nog niet of ik in de vlog ga laten zien. Maar dat komt sowieso een keer in de vlog. Want het heeft te maken met mijn webshop uitbreiding. De pakketjes voor de mods. Wil je dat? Ja, die daarvoor die met een Mercedes. Niet zo spannend als we hadden verwacht. Want er worden gewoon handtekeningen gezet en contract ondertekend. En vaak met iets illegaals gaat dat niet zo. Moet ik die mensen blurren? Ja, denk het wel. Ja, hè? Moet wel blurren. We dachten dat het een drugsdeal was, maar. Oh, dit is natuurlijk best logisch. Als we een horlogewinkel of zo, die kan natuurlijk niet open zijn. Kijk, jij hebt het opgelost. Sherlock Luno. Ja, dus verkopen ze hem gewoon zo. Kofferbak. Juist, ja, kofferbakdeal. Ja. Een neutrale plek. Dit is gewoon in de oorlogstijd. Ja, ja, logisch. Gebeurt er dit is het nieuwe normaal. Maar aan de auto's te zien zijn het wel Rolexen of zo. Ja, het zijn wel goede horloges. Ja. Ik denk niet dat wij die met het geld wat op onze bankrekening staat kunnen kopen. Nee. Nou jongens, we zitten in de auto onderweg naar Zeeland. We gaan naar Westkapelle. En... Ondertussen zijn Merle en ik allemaal dingen aan het bedenken wat we kunnen doen. We willen een escape room doen, dat kan niet. Toen hadden we bedacht, wandelen was sowieso al een optie, maar nu hadden we bedacht, wat nou als we tandems huren en daarmee gaan rondfietsen. Is het nog niet iedereen het mee eens, oftewel Nikki heeft er geen zin in, maar wie weet krijgen we hem nog overtuigd, want we zijn er nog niet, dus we kunnen hem nog overtuigen. Ik laat het wel weten als we weer zijn. Wat zei die dan? Het is wel een mooi hotel. Het hotel is zeker goed gekeurd. Het ziet er chic uit. Hallo, we zijn aangekomen in hotel Kaap West of Westkaap, een van de twee. En ik ga jullie even het hotelkamer laten zien. Deze twee vrouwtjes krijg je op de muur. Deze twee mannetjes die krijg je ook, die zaten er al. En krijg je erbij. Nou, spelletjescollectie. Die zat niet erbij. Deze bank wel. Strandzicht. Oh nee, maar wel duinzicht. Balkonnetje als je rookt, is dat wel handig. Dat doen we alleen allemaal niet. Keukentje. Drankjes. Deze hebben we meteen aangevuld met lekkere hapjes en drankjes. En dan hebben we hier ook nog... Oh, trouwens, je kunt ook koken, bakken. En dan hier is nog de slaapkamer. Eentje en de andere zit hiernaast. Maar hier liggen Nikki en ik. En de badkamer. Ook de eerste, want er zit er ook een bij de andere slaapkamer. En dit is het bad. Een douche. Je moet een half washandje op het putje leggen. Dan wordt het uiteindelijk wel een bad. Ja, mooi, mooi, mooi. Ja, ik vind het mooi. Oh, hier heb je ook nog uitzicht. Kijk waar we hier naar kijken. Een huisje. Nou ja, leuk. Erg mooie hotelkamer. Maar zit niet goed. Oké, we zijn lekker buiten. En je ziet op de achtergrond Nikki en Luno. En Merle is er ook bij. Je hebt het nog niet laten zien in de vlog. Wat wilde ik zeggen? Oh ja, de fietsenvuur duurde echt te lang. Er stonden echt te veel mensen in de rij en daar hadden we geen zin in. Dus toen hebben we toch maar besloten om te gaan wandelen. En het is echt zo lekker weer, is niet normaal.
Als je nu zegt, het is 19 december en je kijkt naar dit, dat lijkt er echt niet op. Ja, weet ik niet. Het is echt niet normaal. De zon schijnt, dus nauwelijks wind. Misschien horen jullie wel wind, maar het is echt minimaal voor. Ja, het is minimaal. Ja, minimale wind voor de zee. Want ik verwacht dat het helemaal door mijn haar zo gaat bij de zee. Maar het is nu echt niet het geval. Hoe graden is het? 10 graden. Climate change isn't a thing, zeggen ze. Nou, geloof er niks van. Maar we gaan nu lekker wandelen. Het is 3 uur nu. En we hebben 5:30 moeten we ons eten ophalen. Dat mag dan in het hotel. Je mag geen roomservice, dus ze mogen het niet komen brengen. En je mag niet in het restaurant eten. Maar we kunnen gewoon aan tafel eten als we het afhalen. Dus we moeten om 5:30 terug in het hotel zijn. Ondertussen even een shot van de zee. En een vuurtoren die echt super lelijk is. Maar er is volgens mij ook een mooie vuurtoren. Die gaan we straks bekijken.